In de Utrechtse stad Schouwburg wordt het startsein gegeven voor de actie Water drinken op alle locaties van PM Dance. Hiermee wil de dansschool hun meer dan 1000 leden stimuleren om tijdens het sporten water te drinken en hiervan een gewoonte te maken. We gaan nu eventjes een soort repetitie houden op het podium. Oefenen met dansen, want de show komt om 7 uur. Ja. Dus we moeten. Moeten we dansen. En we moeten leren op welke plaatsen we moeten staan. Ja. Op welke lijnen. Jullie staan helemaal vooraan. En jullie komen natuurlijk aan beide kanten op, hè? Zo. Die plekjes gaan we oefenen. Het is vanavond iets speciaals, omdat wij ons als vereniging willen een gezonde vereniging zijn. En vandaag willen we het start zijn geven voor PM Dance Drinkt Water. En dat doen we samen met JOC, Jongeren op Gezond Gewicht. En wij willen als vereniging flesjes water promoten. Het is de eerste vereniging in Utrecht die daarmee aan de slag gaat. Dat vinden we echt helemaal top. Omdat we graag willen laten zien dat water drinken gewoon heel gezond is voor kinderen. Het is lekker, het is goed voor je dorst. En dat willen wij vanuit JOC, Jongeren op Gezond Gewicht, graag stimuleren. Deze dansgroep, PM Dance, die in veel wijken actief is in onze stad, die wilde zelf iets met gezondheid doen. En wij zijn bezig vanuit de stad om water te promoten. En op deze manier hebben zij het omarmd. En het is geweldig dat ze dat verder willen brengen.